zo. Pik. 25. Hij is één keertje wel een keer als hem dan weer... Ik voel het empty task in de bal. Hier hebben we de... Die bord staat mooi. Vlaren. Schuimtjes, denk je van... Kijk. Eerst wel een prikje. Lusjes. Paarpotkleur. En? Ik heb het knuffelen. Heel leuk. Het was... Ik heb niet iets... Het is een staalbord. Lusjes, er komt restjes eten. Lucilla, die zit hier lekker te knuffelen met Lucius. Op schoot. Het is maandagochtend. De allerlaatste week voor de zomervakantie. Ja. Nog één weekje en dan hebben ze echt vrij. Maar nu gaan ze nog lekker naar school. Ja, Lucius even vast. Goedemorgen, Lua. Goedemorgen. Je bent er ook weer klaar voor? Ja. En waarom ben jij in het oranje? Nou, omdat ik vandaag EK-dag had. Ja. Dan denk je, waarom zo laat? Maar de volgende keer ging het niet door, omdat het heel erg regenachtig is. Dus vandaar dat ik nu dan nog even EK-dag heb. Ja, en ik hoop dat het vandaag wel doorgaat, ja. Want het is nog steeds regenachtig. Zie je dat? Ja, hopen dat het doorgaat. Ja. Goedemorgen, Luxie. Die zit hier ook lekker aan het ontbijt. Die heeft al lekkere cornflakes. Nou, en papa die is nog even aan het aankleden. Ja, en Luxie noemt het bijkoekjes, want er staan bijtjes op de doos. Kijk. Heb je die doosje? Dat was het laatste. Maar, op deze toevallig niet. Maar het zijn in ieder geval honing cornflakes. Zeg goedemorgen, papa. Goedemorgen. Goedemorgen. Die was alweer druk aan het smeren. Ja. Dus, de laatste week met de boterhammen en lunchpakketjes. We hadden nog net genoeg brood voor de school en eten nu maar even kwart. Ja. Ja, Ine eet mee, dus het brood gaat staan. Ja, dag en dag bij jou, hè. Daniel gaat zo nog even de boodschappen doen. Wij zitten dus nog in onze kraamweek. Dit is de vijfde dag van de kraamweek. Ja. Dus Ina die is er nog de hele week. Tot donderdag is volgens mij haar laatste dag. Dus die komt zo ook weer gezellig vandaag mee. Kramen. Ja, maar vrijdag gaat de zomervakantie beginnen. Ja, maar nu nog niet. Dus we hebben nu nog even het normale ritme. Even van genieten. Hè? Nog even van genieten. Nou ja. Ja, wat is het, Liefie? Misschien komt ze wel op vrijdag, want dan gaat ze uit in op school. Oh, de geboortekoekjes. Ja, ja. Zijn die al binnen dan of nog niet? Geen idee. Nee, hè? Ja, we hadden heel erg dankjewel voor jullie tips trouwens van de geboortekoekjes. Ik had in een paar vlogs geleden verteld dat de buis schuim met muisjes smeren in verband met corona moet alles verpakt zijn. En heel veel van jullie gaven supergoeie tips en ik heb dus de geboortekoekjes besteld. En als die binnen zijn, mogen hun trakteren. Ik denk woensdag, want woensdag gaat Luxie ook naar de peuterspeelzaal. En dan kunnen ze met z'n drieën trakteren op school dat hun broertje is geboren. Maar dat is nog niet vandaag, want die koekjes die zijn nog niet binnen. Maar dankjewel voor jullie tip, want die heb ik dus besteld. Nou, wij gaan even lekker ontbijten. En Daniel brengt daarna de kinderen naar school. En zometeen staat Ina alweer voor de deur om vandaag lekker met ons mee te kramen vandaag. Ja, mee te kramen. Mee te helpen vandaag. Omdat we nog in de kraamweek zitten. Ja, en Luxie die blijft ook hier, hè? Luxie gaat vandaag mee helpen. Oh, is je ook lekker kwarkje? Nou, toppie. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Zo. Ja. We zouden het bijna vergeten, de kraamweek. Maar Lucilla heeft weer een vriendenboekje. Dus die zijn we even aan het invullen. Mijn leukste herinnering met jou. Wat is het leukste wat je met het IC hebt gedaan? Net van je naar kinderfeestje ging. Het kinderfeestje. Ja. Ja. Kinderfeestje. Ja, Luxie. Klaar is Kees. Wat is die? Is hij? Ja, leuk boekje. Kom jongens, jullie moeten naar school. En om nog heel eventjes te updaten hoe het gaat met de borstvoeding en de stuwing. Wat ik jullie gisteren vertelde. Stuwing is nog steeds niet weg. Ik had vannacht weer echt een brakke nacht. Waar ik heel erg veel pijn had. Dus wellicht dat Ina ook wat heeft om het een beetje te verzachten. Ik weet nog van Luan had ik er ook heel erg last van stuwing. Dat ze er van die koude
ijsdingen oplegde. Maar mijn Lucilla en mijn Luxie heb ik er niet zo erg last van gehad. Dus toen, ik weet niet meer wat het precies was. Dus ik zal het zo eens even aan haar vragen of ze er nog iets voor weet. Want ik kon echt bijna niet slapen van de pijn. Maar goed, vandaar dat het allemaal een beetje groot is. Ik heb wel van die crème ook voor eroverheen te smeren. Want het begint allemaal een beetje... toch wel een beetje pijn te doen allemaal als hij gaat drinken. En ik wil natuurlijk gewoon volledig borstvoeding blijven geven. Dus ik moet er even wat voor over hebben. Dus het is ook bij mij niet altijd meteen dat het helemaal goed gaat. Best wel last van hier, zeg maar. Van die zone waar ik nu crème voor smeer. Ik moet echt even op mijn kiezen bijten als hij aanlegt, zeg maar. Maar goed, dat heb ik er graag voor over. Dat ik heel eventjes het gevoel heb van... Het doet echt de pijn. Maar als hij eenmaal drinkt, dan gaat het op zich ook wel weer. En ik weet gewoon ook uit ervaring, als ik even doorbijt en dat ook daar wel straks weer beter gaat. En ik wil hem gewoon blijven voeden, jongens. Want kijk eens hoe goed hij groeit. En hoe goed hij het doet. Ook op de melk. Eigenlijk alleen maar op de melk. Puur door de eigen borstvoeding, dat hij dan zo goed groeit. Ja, dat wil je gewoon blijven behouden. Dus vandaar, jongens. Ik denk, ik update het heel eventjes. Voordat iedereen denkt, oh, het bevaren gaat alles van het leien dakje. Zeker niet. Ik heb echt wel last van stuwing. Echt wel last van de tepels hier omheen. En het aanleggen en dat allemaal. Maar goed. Ina die helpt vandaag wel weer even. En ligt met zelf een trucje van de stuwing wat minder te laten worden. Want het is nu wel erg heftig. Oeh, gaat het? Ja. Maar goed, jongens. Kom, jullie moeten naar school. Nee, 7:50. Oh, dit nog 10 minuten. Nee. Nou, even knuffelen. En dan gaan de kinderen zo meteen weer lekker naar school. Wat Luan de hele tijd wilde proberen. Ah, Luxie wil een kusje geven, Luan. Je mag een kusje geven, Luxie. Kijk, eigenlijk is hij nog te klein voor een wippertje. Maar Luan vindt het gewoon zo leuk om het even hierin te proberen. Kijk. Dan ligt hij hier en dan kan Pip ook kijken. Ja, dit zal hij nog niet zien. Dat komt later pas. Kortom, jongens, ik heb een brakke nacht gehad. Ik zie er ook, denk ik, een beetje... met wallen uit, want ik heb echt heel slecht geslapen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat hoort er allemaal bij. De gebroken nachten zijn bekend. Ik heb een bakje koffie vandaag al gekregen. Een bak koffie? Ja. En een gekookt ei. Kijk eens. Oh. Eerst eventjes koffie. Om in ieder geval een beetje wakker te worden. Ik doe even weer het kleine spek. Oh. Ja, die ligt in die andere, bak. Een bakje met alle speentjes. En iedere keer... vind ik het leuk om hier een ander speentje uit te proberen. Nou, stil nog even lekker ijsje eten. Slokken. Getoond en al. Lekker, hè? Maar ook een eerlijke gabaldon. Gabaldon. Ja, een heerlijke gabaldon. Welke bal zou ik nemen? Lingo. En het is een gouden bal. Het is de gouden bal. De gouden bal. Zegt hun helemaal niks natuurlijk. Nummer 28. Bingo. Heet smakelijk. Nou, we zitten nu in de auto en we gaan nu naar school toe. En vandaag hoef ik lekker geen werk te doen, want we hebben vandaag EK-dag. Ja, dat heb ik jullie al verteld. Mama zei dat ik hele sportieve, leuke dingen ga doen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig en benieuwd. En Lucilla die gaat vandaag lekker gymmen, hè? Ja, nou, dus dan zijn we eind van de middag weer lekker thuis. En dan is Ina er ook. Het mooie van zo vroeg zijn is, volgens mij ben ik een van de eerste die de boodschap haalt. Melk en brood gevonden. Nu die rest van die lijst nog. Zo, nou jongens. Heel even een momentje om even met jullie weer een beetje te updaten hoe het gaat. Kinderen zijn nu naar school. En Daniel die gaat nog even wat boodschapjes halen. Hij is één keertje wakker geweest. En dan leg ik hem aan. Maar de gebroken nacht is vooral dat ik zelf gewoon... last heb van de stuwing en daardoor niet goed kan slapen. En ook heel licht slaap natuurlijk, want alles, ja, dat is gewoon het moederinstinct. Alles hoor je, alles voel je. Ieder zuchtje, ieder kreuntje word je toch gewoon wakker van. En dat vind ik overigens ook niet erg, want ik wil ook gewoon weten hoe het met hem gaat. Dus als hij dan een beetje wakker wordt, dan word ik ook even wakker en dan zie ik dat hij weer verder slaapt. Dan slaap ik ook wel weer verder. Maar die pijn van hier, dat is toch wel echt even... iets waardoor ik minder goede nachtrust heb op het moment. Maar ook ik heb wel eens opstartprobleempjes. Zoals nu dus met de stuwing. En het aanleggen doet ook best wel pijn. En dan moet ik echt even op mijn kiezen bijten. Omdat ik, oké, drink maar even. En dan gaat het daarna ook wel weer even. Maar in het begin is het heel pijnlijk eromheen. Ook omdat er wat schaafplekjes denk ik een beetje ontstaan. Wat wrijvingplekjes. Daar heb ik nu ook een crampje voor. Dus dat smeer ik nu ook op. Gaat Daniel zo meteen nog wat meer van halen als hij bij de kruidvat is. En dan zet ik gewoon door.
En ik weet het, sommigen zeggen dan van, nou weet je, dan ga ik maar over op flesvoeding. Of dan, maar ik heb zoiets van, ik heb daar heel graag even, ik offer mijn pijn daar zeg maar graag heel even voor op. Omdat ik weet dat het overgaat. Had ik ook bij die andere drie. Die plekjes die helen weer en die gaan over. En dan wordt de stuwing ook minder. De druk van de borst gaat er ook af. En dan de productie wordt dan ook gewoon aangemaakt op aanvraag van Lucius. En niet zo overvloedig als dat het nu is. En dan is het allemaal weer gewoon. En hij groeit zo goed op de borstvoedingsmelk. Hij doet het zo goed dat ik hem dat gewoon zo graag ook wil blijven geven. Omdat ik natuurlijk ook die andere kinderen zo lang borstvoeding heb gegeven. Dat ik echt even doorzet en doorpak. Toch gewoon te kunnen blijven voeden. Ondanks dat het eventjes in het begin een beetje pijnlijk kan zijn. En dat ik niet echt heel goede nachtrust heb. Dat ik hier ook met wallen zit is natuurlijk hartstikke logisch. Vooral in de kraamweek. En ik heb trouwens ook regelmatig mijn momentjes met Luxie. Die staat ze naast me. Ik heb net een heel leuk pakketje gepakt. Deze. Die gaan we zo doen. Dat is slijm maken. Hè? Van een unicorn poepie staat erop. Die gaan we zo maken. Hè? Ik ben nu. Zullen we dat nu doen? Ja, dat is goed. Leg ik nu eens even weg. En dan gaan we even poepie slijm maken. Dus ook die momentjes zie je niet altijd in de vlog natuurlijk. Want ik pak niet altijd de camera erbij. Maar die momenten met de kinderen apart zijn heel belangrijk. En vooral ook met Luxie. Omdat zij natuurlijk nog iets minder bewust is van... Hè, ja, de baby heeft ook echt even tijd nodig. En Luan en Lucilla die vermaken zichzelf ook heel erg goed. Sowieso met of zonder baby. En Luxie is nog gewoon wat afhankelijker van mij. Dus daarom vind ik het ook belangrijk om regelmatig ook even alleen iets te doen met Luxie. Mama. Ja? Ja, maak hem maar open. Hem even in de box. Ik heb trouwens een hele mooie... wikkeldoek. Oh, gaan we bij de tafel zitten. En hier heb ik eigenlijk de andere kinderen ook altijd ingelegd. Mama. Ja, liefie? Oeh, gaan we dat maken? Gaan we bij de tafel zitten. Gaan we daar lekker alles zitten knutselen. Kijk, dit is zo'n wikkeldoek. En dan ligt hij dan met zijn armpjes ook lekker in. Waardoor hij lekker geborgen houding heeft en goed doorslaapt. Dus hier heb ik hem nu ook weer ingelegd. Heb ik de andere kinderen ook altijd ingelegd. En dat vond ik altijd heel erg fijn. Vandaar nu weer. Knuffeltje hebben we trouwens hier liggen. Dit knuffeltje. Zo'n geboorteknuffeltje. En die leggen we aan deze kant van het bedje. Van zijn hoofdje. Als hij met zijn hoofdje die kant op ligt. En de volgende keer als we hem dan weer erin leggen. Leggen we het hoofdje deze kant op. En dan leggen we het knuffeltje aan deze kant neer. Zodat we weten, oh, het hoofdje lag hier. Om het hoofdje dus goed rond te laten groeien. En dat hij niet plat groeit op één kant, zeg maar. Het is beter in de doek rollen. Ik zie dat hij niet helemaal... Hij zit een beetje te hoog. Luan heeft jou vanochtend lekker ingepakt, hè? Luan vindt het ook heel erg leuk om hem in te wikkelen. Maar hij moet iets hoger, want dan zit hij over jouw gezichtje heen, hè? Ja, heb jij weer dorst? Je ziet, ik voed trouwens niet op een bepaald ritme. Heb ik nooit gedaan. Of een bepaald voedschema heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik voed echt op aanvraag, behoefte en aanvraag, zeg maar. Zoals nu bijvoorbeeld. Nu gaat hij dus dit doen. Ja, ik kom, liefie. En dan zie ik van, ja, hij wil drinken. Dus dan leg ik hem aan. En als hij dan zo meteen weer in slaap valt, dan leg ik hem weer weg. Kijk, hij heeft dorst. Zullen we met hem even aan de tafel bij gaan zitten? Ja. Kunnen we poepieslijm, unicornslijm maken? Goed. Zou Elke zo doen? Ja, zo moet hij, hè? Mami, ja, ik zie je. Ja, hier is mij. Ja. Dit is een borstvoedingsshirtje, heel handig. Zo eruit halen, zonder een hele shirtje naar uit te hoeven trekken. Maar een beetje pijn om hem aan te leggen. Even. Dit is dus even een moment dat het een beetje pijn doet. Wat is dit niet? En als hij eenmaal drinkt, dan gaat het wel weer. Glitters! De glitters van? Oh, die zijn mooi. Deze even openmaken. Nou, zo doen we dat, hè? Gewoon een beetje multitasken. Voeden paars. En knutselen tegelijk. Paars. Dat is paars. En dat is? Geel. Geel. Ik geel. Paars. Niet op elkaar doen, hè? Nee, ik hier we gaan er een gekleurde regenboog
koekje van maken. Au. Oh, sorry. Knutselerij hier. Ja. Goedemorgen. Zie je? Ja, pijn. Oh, vannacht weer. Heel erg. Ik kon er niet veel slapen. Ik dacht, ik had echt de neiging om die kolf te pakken en het eruit te halen. Ja, ik denk, ik doe het niet. Dan, ik hoor jou alweer zeggen, dan wordt het weer erger. Maar oh, het stond zo strak. Ja. Als je naar keek, deed het pijn. Ja, wie is er koudstrap gelegd? Nou, ik ben onder een warme douche gaan staan. Ja, wel toch? En ik heb paracetamolletjes weer genomen. Gewoon een idee is van maandverband. Ik heb voor het toen maandverband nat gemaakt. Diepvries. En precies zag je nat. Ja, dat was het. En was eindje erop. Dus een natte maandverband in de vriezer. Ja, ja, dat was wel hard. Ja. De fijnste is nog eigenlijk als je heel veel appelstroop voor huis hebt. Of jam. Appelstroop? Ja, appelstroop of jam. Je blijft wat soepeler. Op een zakje en ook in het diepvries. Een ouderwetse middeltje is koolbladeren. Koolbladeren? Ja. En die moet je uit de supermarkt meenemen? Ja. Die leg je er helemaal omheen, zeg maar. Ja. Het liefst als ze koud zijn, de koelkast. Ja. Helemaal meer draperend, zeg maar. Ja. Een paar keer per dag. Mama. Oké. Even versen. En dan wordt het ook iedere keer minder. Mama. Ja. Je trekt de warmte eruit. Ja, dat is het. De harde blijft wel, maar de warmte gaat weg. Ja, die had toevallig nog naar de supermarkt. Ja, hij is nu bij de supermarkt. Zal ik hem even appen? Appen, ja. Ja, koelbladen. Hey, ben je nog in de supermarkt? kan jij voor mij, omdat ik die stuwing zo erg heb, zegt Ina, je moet kool meenemen. Koolbladeren erop leggen. Moet je bij de groenteafdeling, dat is een ronde. Gewoon, het lijkt een beetje op sla, maar het is hard. Kool. Hey. Oh, hij vraagt het meteen. Hij vraagt het meteen in de supermarkt. Spitskool? Nee, hoe heet het? Nee, groene kool. Groene kool. Of witte kool. Vers. Niet gesneden. In een bal. In de kool. Nee, in een bal. Zegt hij tegen die man. Vers in een bal. Vers in een bal. Spitskool. Nee, geen spitskool. Nee, geen spitskool met een puntje. Nee, het is... Nee, het is geen... Puntige spitskool. Nee, het is geen spitskool. Jeetje, Daniel. Nee. Geen spitskool. Dit is een spitskool. Dat is een spitskool. Ja, nee. Het is geen spitskool. Dan moet je heel even naar de Albert Heijn lopen. Dan neem je daarvan even. Ik heb het nodig voor de stuwing van je weet wel. Oh, Daniel zegt, ik vind het wel mooi wat je nu hebt. Ja, ja. Dat zal. Het is wel mooi, maar het is niet zo fijn. Ik zie je zo wel, dat zegt hij. Ja, maar ik vind het wel mooi zo. In de winkel? Ja, in de winkel. Tuurlijk, naast de groenteman. Ja, maar ik vind het wel mooi zo. Nou, en in een andere supermarkt heb ik volgens mij nu het boodschappenlijstje helemaal compleet. Ja, ik had al even geïnformeerd naar van dat Roundup gifspul. Maar dan zou ik voor ons hele tuin een €300 aan gif kwijt zijn. Nou heb ik dit gevonden. Kijk. Zalborstel. €4 per stuk op een stok. 1 links, 1 rechts. En dan kan ik tegelijkertijd het onkruid tussen de tegels krabben. Ina die heeft de eerste spuitluier van Lucius. Die is hem even aan het verschonen. En we hebben net de blauw en de geel. Die doen we dan bij elkaar. Die hebben we dus zelf groen gemaakt, want we hebben geen groene kleurtjes. Kijk, hier hebben we geel en roze. En die gaan we mengen. We gaan kneden, blijven kneden. Ja, kijk. Wat voor kleur wordt dit? Oranje. Zie je, oranje. En nu maak je er een bolletje van. Ja, roze en blauw. Oh, je gaat ook nog niet erbij doen. Oké, roze en blauw. Het staat er niet bij dat het een kleur wordt. Dat maakt niet uit. Dan moeten we er allemaal slangetjes van maken. Kijk, dan met een bolletje. Dan gaan we rollen. Ja. Ja, mooi. Kijk, een bolletje van maken. Dat doe je zo. Pak maar een bolletje. Nee? Maar zo'n bolletje. We gaan een heel lang sliertje ervan maken. Ik heb deze doen. Daar kunnen we zo meteen een ik heb deze poepie doen. Van rollen. Ja. Ik heb deze doen. Jij gaat die doen? Wauw, mam.
Hier hebben we de rolletjes. Hallo. En dan staat er dat je het moet rollen en dan zo draaien in een unicorn poepie. Nou, kijken of ons dat gaat lukken. Kijk, zo kunnen we een poepie draaien. Zo. Mam, nou zo de poepie. Mam, zo de poepie. Zo. Zo de poepie. Is dit wat? Ja. Dan mag jij hem gaan versieren. Kijk, zit er nou, ik vind het best wel grappig. Ja, 40 gram erbij. Yes. Nee, daar heeft mama wel die stewing voor over. Houdt hij een beetje vies? Is het stinkpoepie? Nou, het babybord staat mooi daar. Maar kijk, die staalborstels heb ik dus gekocht. Al deze tegels hier. Maar dan ook vooral hier en het terrasje daar om onkruidvrij te krabben. Luxie, wie komt daar thuis? Papa, heb je de kolen meegenomen? Ja, yes, Sophie, man. Kijk eens. Kijk dan. Goed bezig. Groene. Grote groene. Ja, maar mama zei, eentje maar. Ik wil er veel mee nemen. Hij had er drie zagen we in je mandje liggen. En toen zei hij, dan hoeft echt maar één mee te nemen. Ze leven groot. Wauw, mag zo blijven, nou, hè? Top. Ja, die blaadjes die hebben we nodig. Ja, jij... ja, voor mij zo blijven. Voor jou mag het zo blijven, maar voor mij mag het straks aan de borstvoeding, minder. Dan heb ik misschien een borstvoeding in de verjaardag. Nee. Laat ze maar dus van halen. Nee. Ja, schatje. Ik heb eerst mijn poepsluim gemaakt. Luxie heeft poepiesluim gemaakt, hè, van de unicorn. Wil je de kool vast meenemen? Neem midden kool mee, ja. Midden kool maar mee, liefie. Borstjes? Papa, ja. Jullie kijkers, waar dat ze van is, hè? Oh ja. Nou, hartstikke goed. Hebben jullie lekker de boodschapjes binnen? Ja. Toppie. Nou, waar is die, hè? Met de kolen. Eentje, Ina. Eentje heeft hij meegenomen. Ik heb de onkruidkrabbers gekocht. Onkruidkrabbers? Eén stok links, één stok rechts. Ga je weer tuinieren? Ja, ik ben onkruidkrabben. Nou ja. Toppie, hoor. Kijk eens slapen, Ina. Ja. Poepie, oh, jouw poepieslijm wil je laten zien. Oh ja, kom maar. Schoonmaker. Oh, over het onkruid. Oh, dat is wel een goeie. Kijk eens, papa, wat Luxie heeft gemaakt. Ja? Wist je dat? Ja, ik had van het autofietje gekregen. Kijk eens wat ze heeft gemaakt, papa. Is dat een regenboogpoepie? Ja. Hoe heb jij een regenboogpoepie gedaan? Nee, niet van Woezel en Pip. Het is van een unicorn, hè? Ja. Heel ouderwets middeltje, maar het werkt perfect. Ja, de ouderwetse zijn vaak het beste, zeggen ze. Ja. Dit zijn ze dus, de koolbladeren. Die moet ik het dus zo. Dit is wel een beetje gek. Je kunt er ook wel een bikini topje van maken. Ja, kan ook. Ja. Maar die moet je dus zo in je BH leggen. Ja. En dan de hele dag gewoon erin houden? Nee, dan om een uurtje ongeveer. Dan kan niet helemaal. Op een gegeven moment merk je wel dat het helemaal slap wordt en geweekt. En dan moet je eraf halen. Dan moet je eraf halen. Dan kun je weer een nieuw blaadje. Dan doe ik een nieuw op, ja. Nu heb ik zo'n heel leuk gaatje in het shirt zitten. Waardoor je het dus wel die bladeren ziet zitten. Maar ik moet zeggen dat dit echt heel fijn voelt. Het ziet er een beetje gek uit. Maar goed, hier ziet toch niemand mij. Behalve jullie. Maar het is wel heel verkoelend. Trouwens dat hij een beetje gelig kijkt. Dat is ook normaal bij baby's. En daarom ligt hij ook lekker in het daglicht. Want het daglicht zorgt er weer voor dat het weer een beetje wegtrekt. Ach, schatje. Ik ga lekker slapen. Even de boodschappen uitpakken. Want Daniel heeft allemaal weer meegenomen voor vandaag. En de crème spoeling en een haarmasker. Die zijn goed gelukt. Hij vraagt dat altijd in de winkel. Omdat hij anders weer het verkeerde misschien meeneemt. En dan vraagt hij altijd van waar ligt de crème spoeling? En dan helpen ze hem in de winkel. Dus ik had geen crème spoeling meer. Dus die heeft hij meegenomen. Dit heeft hij meegenomen. Lekker een meloen. Fishsticks, ook altijd handig. Lekker snel, makkelijk gemaakt. Ja, en Ina die drinkt karnemelk. Dus ik heb heel veel karnemelk voor Ina. Die en
Kijk, lekkere sapjes. Komkommer, die vindt Ina ook lekker. En lekkere fruitsapjes. Kijk, en wat ook lekker is, zijn de soepballetjes. En vermicelli. Kan ik gewoon lekker makkelijk snel een soepje maken. Dan hoef ik ook niet lang in de keuken te staan. Heel groot pak melk. Ook goed. Oh, ik kreeg trouwens heel veel de vraag. Ik heb een keer in de video verteld dat ik die voedingsshake maak. En heel veel van jullie vroegen Vara wat voor een voedingsshake gebruik je. Nou, ik zal het er even bij pakken. Degene die ons al jaren volgt, die weet dat. Maar wij hebben eigenlijk altijd al, nou ja, sinds dat ik met Daniel ben, gebruiken wij deze voeding, de Herbalife voedingsshake. En hier zitten al die voedingsstoffen in. En dit is eigenlijk wat ik 's ochtends vaker door mijn yoghurt roer. En 's avonds voordat ik ga slapen, vooral in mijn zwangerschap en nu ook, doe ik dat dus door de melk heen. Met een banaantje, wat jullie laatst Lucella ook zagen drinken. Dan weet ik in ieder geval dat ik al die voedingsstofjes binnenkrijg. Naast natuurlijk gewoon de gezonde eten, wat je sowieso moet eten. Heel veel fruit, heel veel groenten, genoeg water. Vind ik dit ook altijd fijn. En jullie vroegen wat voor merk ik gebruik. Nou, dat is dus deze Herbalife Shake. En ik heb dan de cookie smaak, want die vind ik zelf altijd het lekkerste. Die eet ik, of die drink ik, drink ik eigenlijk al 10 jaar. Dus vandaar de vele melk. Omdat we daar dus die shake mee maken. Voor de rest koffiebonen. Iedere ochtend toch even een kopje koffie drinken. En shampoo. Ketchup. Die was zo kort. Oh ja, nog meer beschuitjes. Denk je, Vara, hebben jullie zoveel kraambezoek? Nou, dat valt wel mee. Maar we eten zelf op het moment gewoon heel veel beschuitjes. Dus die ook weer mee. En het brood was op. Dus Daniel heeft vanochtend heel veel brood meegehaald. Nou, wel heel veel brood. Kijk, 4 zakken brood. Nou, die kunnen we sowieso de komende tijd wel weer tegenaan. Die doe ik dan in de vriezer. En die kun je dan ontdooien op het moment dat je het brood nodig hebt. Nou goed, ik ga het eventjes allemaal op zijn plek zitten. En dan eens weer in de kastjes doen. Ik heb een kopje koffie voor de GGG. Voor de GGD dan. Die het hiel prik op Reba Lucius. En die beschouwt dat muisje wil ze niet. Ze zegt, ik kom bij zoveel huizen. Dan kan ik geen beschuit meer zien. Maar een kopje koffie gaat wel in. Lucius krijgt nu een gehoortest. En daarna het hielprikje. Maar eerst gaan ze kijken of de haartjes en de oortjes goed zijn. Dat deed ik hier eerst bij heel goede hierbaan. Ja. En hoor je hier wat? Ja. Lux, je hoort wel wat, hè? Ja, ja. Dat was papa. Ja, Lucius, die hey, vriendje. Ja, joh. Ga je een beetje wakker worden, lieverd? Ah, toppie. Nou, ik ga het dopje erin doen. Nou, kijk eens even. Dat kriebelt een heel klein beetje, lieverd. Vind je helemaal niet erg? Ja, ga hem een beetje bewegen. Dat mag allemaal best hoor. Maar dat voelt een beetje gek, hè? Ja. Nou, Lucius ligt heel lekker rustig. En dan wacht ik even. En dan moeten wij ook even heel stil zijn. Dan tel ik tot 3. 1, 2, 3. En dan zet ik hem aan. En dan moeten we heel stil zijn. Goed zo. En deze is klaar. Oh ja. Goed zo, wat ben jij ook lief stil, zeg. Wat goed van jou, zeg. Hoor je dat piepje? Toppie. Hij heeft wel een beetje vies oortje, zie ik. Dus ik ga eerst even een schoon dopje erop doen. Oh, ja. Want anders dan stop ik dat in het andere oor. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Nee. Een lichtbadmannetje. Ja, dat hebben wij ook. We moeten veel in bad. Het dopje is een beetje vies hier. Dat is een massier. Een beetje schoonmaken. Hij wordt een beetje wakker, hè. Hier een beetje masseren nog, hè. Ja. Dat voel je wel, hè? Nou, dan ga ik ook hier het dopje in doen bij Lucius. Dat kriebelt ook aan deze kant een klein beetje. Ja, dat voelt hij ook wel een beetje, maar dat geeft helemaal niks. En dan wacht ik weer tot hij heel lekker rustig ligt. En dan ga ik weer tellen tot 3. En dan moeten we weer even stil zijn. En ting, ting, ik hoorde hem. Wat goed voor jou, Lucius. Hoor je meteen dat het dan goed is, hè? Door dat piepje? Ja, door dat piepje. Ja. Nou, toppie. Kijk, okay. En dan ook het andere oor. En pas, zie. Wauw. Oh, mooi diplomaatje. Nou. Helemaal goed. Heel mooi. Toppie. Diplomaatje. Je komt ook even kijken wie vindt het niet. Ach, mijn handschoenen dan. Oh, wat heb je kijken? Ja, dat is een heel prikje. Ik heb ook iets. Dus is eerste prikje.
Ja, heel prettig. Die heb je ook gehad. Die hebben jullie allemaal gehad. Ja. Een baby. Een voetje. Ja. Nou, kom ik even weer hier. Ja, en dan ga ik dit voetje doen. En dan voelt hij het wel een beetje, want het is wel even een prikje. Ja, die koude handen van mij vind je niet heel erg fijn. Hè. Oh, lieve. Maar je mag ook best wel even huilen, want het is wel een prikje. Dat heb ik wel ook kijken. Ja, je denkt, wat is er verrassing? Moet ook zo mooi van de druppels. Perfect. Oh, dat is wel klaar. Toppie, ja, dat is zo. Het is goed, schat. 6 druppels, hè? 6 druppels. Goed, Lucie, hè? Leuke troosten. Nu gaat de pleister op, lieve Lucius. Nou, is dat gebeurd. Ik denk jouw eerste pleister, of niet? Ja, de eerste pleister. Nu doen we er wel een beetje strak op, want anders dan gaat het er doorheen. Zie je dat? De eerste pleister. Kun je dit er nog even opzetten? Oh, Lucius, goed gedaan. Of niet? Zo meteen troost bij mama, hè? Luxie troost. En lekker drinken bij mama. Nou, Woezel en Pippa zit hier ook voor de troost. Nou, super dankjewel. Hé, Woezel en Pip. Nou, heel bezorgd. Hé, het is goed hoor. Dat was een prikje ter bescherming. Ter preventie. Een heel prikje. Ze kijken met bloed naar 25 ziektes. 25 soorten ziektes. 25 zeldzame ziektes. Zeldzame ziektes kunnen ze opsporen. Oh, super dankjewel. Ja, in de hal, zeker. Oh, woezel een puppy. Zijn jullie er zo aan? Ik heb dus een heel prikje. Ja, Vara heeft de blaadjes. Ja, blaadjes. En dat zijn dus die koolbladen. Ja, ja, wat is het? Oh, vind je. Hallo, Rientje. Hallo. Is goed. Is goed. Ik kreeg een nieuwe prikje. De bescherming. Nou, dat staat weer op. Yes. Doen we dat vanavond door de salade? Die gaan we. Mag jij eens maar beter. We eten vanavond moeders slaablaadjes. Moeders koolblaadjes. Ja, het helpt wel. Ja, helpt het? De druk is een stuk minder nu. Echt waar? Ja. Nou, Ina weet ook alles. En hoe is het, Pip? Onze lieve Ina, die weet alles. Je kunt zien, hè, dat als dus de baby huilt, of dat dus iemand aan de baby zit en die gaat huilen, komen we meteen. Dat is heel belangstellend kijken, van is dat wel goed gekeurd? Super schattig. Nou, top gedaan. Hè? Ja. Lucie, ga jij mee met papa? Ja. We gaan even naar het stadskantoor, Lucius registreren en een spaarrekening voor hem open. Bij de man. Je mag het trouwboekje van papa en mama vasthouden. Oké? Met ons paspoort. Ja, paspoort. Ja, kom maar, gaan we naar het stadskantoor. Even je broertje registreren. Hou je die goed vast, grote maat? Top. Ja, ja, daar is de ingang. Loop er maar heen. Zo, Luxie, we staan bij het snelloket. Ja. We kunnen gelukkig nog even net op tijd Luxies registreren. Hoe heet jouw broertje? Lucius, ja. We hebben net al even de paspoort gegeven. En dan wordt hij ook in de papa en mama's trouwboekje geschreven. Dat is jij ook in. En dan krijg je een registratienummer en een paspoortje. Die heeft Lucius ook. Kun je zeggen paspoort? Paspoort. Ja, daarvoor zijn we hier. Nou, en Lucius, nu we toch even bezig zijn, ga eens even tegen de paal staan. Moet je zo recht staan? Ja, hak je er tegen, iets naar achter. Ja, ander oog. En gaan we eens kijken, hoe lang is Lucius? Ja, je bent bijna 95 centimeter. Haaien toch? Ja, hier kwam die, tot hier, 95. Nou, geregisseerd. Komt hij dan ook in papa's en mama's trouwboekje te staan? Onze mooie Lucius. Nou, Lucius, dan gaan we nu even een spaarrekening open bij de bank, goed? Nou, Lucius, wat krijgen we dan? Kijk, krijgen we een mooi Atje Piraatje, moet in bad. Kun je een babywoordje voorlezen? De Rabo Pinpin, kunnen we leren pinnen. En wat is dit? Oh, een... Even kijken. Oh, kijk dan.
een spaarpotkleus. Nou, wat zeg je dan? Dankjewel. Ik wil ook sparen voor broertje, hè? Dat is voor jou, je zus en je grote broer. Oh, zo, ik ben weer thuis. Ja, Lux, die papa goed geholpen. Ja. Dit is de Rabo Pinpin knuffel. Heb jij een spaarrekeningetje geopend? Voor Lucius, ja, voor broer. Ja. En dan kregen we die, en dan ook deze. Gaan die maar eens even kijken. Deze? Ja. Wat zit daarin? Dat je er nog aan dacht in de huis. Ja, kijk. Dat is een spaarpotje. Voor op zijn kamer. Lekker. Voor de centjes. Ja. Dat doen we voor jullie alle vier, hè? Een leuk spaarpotje. En. Oh, wat leuk. Ja, daarom. Ik vond het zo gaaf. Ik zei, daar kan ik ze echt ook heel goed als financiële coach in leren. Grappig. Ja, van de Rabobank. Wat grappig. Oké, doe de schroefjes open. Of aan het ratje draaien. Nou ja, moeten we de code, staat er waarschijnlijk bij. Ja, pincode. Leuk, hè? Wat is de code? Ja, dat weet ik niet, staat bij die beschrijving die je net op de grond gooit. Maar dat ga ik allemaal activeren. Leuk, hè? Het is echt een code, ja. Ja, dus Lucius heeft bij deze ook zijn vermogenspaarrekening. Hé, wie is daar weer thuis? Leon en Lucilla. Lucilla, lekker aan het knuffelen met Lucius. Was het leuk op school, schatje? Ja. Ja? Maar Lucius wel gemist natuurlijk, hè? Ja. Ja. En ze was een beetje beteuterd dat Ina al weg was, hè? Ze wou Ina weer meehelpen, maar Ina had vandaag een kort dagje. Morgen hebben jullie... Nee, ook niet morgen. Overmorgen woensdag hebben jullie een kort dagje. En dan zien jullie Ina weer. Goed? Ja. En nu gewoon lekker knuffelen met Lucius, hè? Lucius heeft een gehoortest gehad. En het hielprikje. Wat is een hiel? Een hielprikje is om te kijken of die... straks om te kijken of die helemaal gezond is. En de gehoortest is dat de oortjes goed zijn. En de oortjes waren goed. Hé, hey, hoe was het op school? Hoe ging je school, EK? Heel leuk. Het was niet elkaar nat spuiten, want daar was weer mee te vies. Nee, dat was niet zo lekker weer. Maar dan gingen we naar gym toe. En ja, dan heb je twee grote zalen. En het is ook één hele grote wand. Ja. Toen hebben ze die omhoog gedaan. Dan samen één hele grote zaal. Ja. En toen hebben ze daar 10... Dus allemaal soorten springkussens neergezet. Superleuk. En ook nog een JBL partybox. Och jongen, het was een soort disco party in de gymzaal bij jullie. Ja. Leuk joh, en heb vandaar je rode streep op je hoofd. Ja, dat... nou, lekker knuffelen. We gaan even uit het zakje halen hoor, hij is net wakker. Op woensdag ja, gaan we ook even naar groep 3 kijken waar nieuwe klas, dat is leuk. Dat ja, is ook dan leuk. Gaan we ook nog het trakteren voor de baby. Ja, denk het wel. Ja. Oh, zachtjes. Pintje vindt hij lekker, hè? Heeft jullie gemist? Nee, heeft jullie gemist. We moesten Pip komen bekijken. Och, wat een aandacht allemaal, Lucius. Ja. Wil je even lekker doen? Nee. Ja. Ik denk dat hij honger heeft, kinderen. Mama, even lekker even voeden? Ja. En jullie lekker? Nou, kom maar, mam. Ja. Ach, ik ga even het luiertje verschonen. Een beetje een poepluier, daarom moest hij huilen. Kijk, en dit voetje. Pak je. Oh, volgens mij heb ik het pleisje zo. Kijk, hier, het is niet echt een prikje, maar ze maken een klein gaatje, waardoor ze bloed uit het voetje halen. En dat bloed gaan ze onderzoeken in het laboratorium. En dan kunnen ze kijken of dat bloed helemaal gezond is. Ja. Aan de hand van een beetje en bloed. Zo dat heet dat prikje. Ja, het heet een hielprikje. Hiel. Omdat het in een hiel gezet wordt. Maar ze prikken niet iets... het is niet een spuitje, zoals een vaccinatie, dat is het niet. Het is echt een prikje waardoor een beetje bloed uitkomt. En dat bloed, dat vangen ze op. Ja. Op een kaartje. Ja. Ja, doe maar. Gaan we even jouw lui verschonen, hè? Ja, heeft hij zijn haar. Dat en hoe laat deden ze het? Vanmiddag. Nee, vanmiddag. Vanochtend. Kijk, en het naveldingetje valt er ook bijna af. Oh, dat vind je gek. Ja, dat moet niet eraf trekken. Dat moet echt zelf vooraf vallen. Mooi, hè? Wordt hij dan? Ja, het is niet zo mooi te zien, maar mooi dat het zo werkt, bedoel ik. Ja, kom maar. Hij heeft een goede borstvoedings... Leurs, noemen we dat? Nou, liefie. Nou, even een schoon luidje aandoen. Eentje erin.
Ja. Hou je hem even vast. Goed zo, schatje. Dat kan je heel goed. Nou, ondertussen zit Lucilla lekker even met Lucius op de bank te chillen. En Daniel die is buiten weer omkreet aan het wieden. Volgens mij zijn Luan en Lucie meehelpen. Kijk eens jongens, wat zijn we goed bezig hier. Hé hey Luan, Lucie ook. Wat ben je aan het doen, jongen? Wat voor klusje heeft papa voor jou uitgezocht? Onkruid. Onkruid eruit aan het krabben. Ah, het is een staalborsteltje. Zie je dat, Lucie? Met het staalborsteltje haalt Luan alle onkruidjes uit de gleufjes van de steentjes. We hebben het babybord hier voor de deur neergezet. Met Lucius erop. Lucius die zit ook lekker gezellig aan de tafel. En we gaan lekker nog wat restjes eten van gisteren. De macaroni lekkere van Ine en de soep van Melissa. En macaroni. Ja, nou. Eet smakelijk. Heel smakelijk. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie morgen in een nieuwe vlog. Tot morgen. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.